Waarom zijn we nu bij elkaar? Paul gaat het zo zeggen. We gaan nu beginnen met de bouw van het teksthuis. En we hebben een opdracht gegeven om de eerste banken te gaan gieten. En dat wilden we toch met u vieren, dat moment. Te meer daar we daar zo'n 4-5 jaar met die voorbereiding bezig zijn geweest. U zult begrijpen dat de tempo wat lager ligt dan we oorspronkelijk van plan waren. En dat komt door ook de vertraging van de bouw. Dus wij werken gewoon met de bouw op. Nu geef ik graag het woord aan Paul wat het denkmaal hier inhoudt. Goedemiddag. Ik ben dus Paul Cox. Dankjewel, Sjoerd. Ooit in 2004 kwam Siebe Tissen van het Centrum Beeldende Kunst naar me toe. Of ik misschien geïnteresseerd was om een monument te ontwikkelen binnen de herstructurering zo hier in Krooswijk voor Pierre Bijl. Het ontwerp zelf bestaat uit drie elementen. Het teksthuis, zoals dat hier gebouwd gaat worden, dat wordt een portable of mobiel object van pak een beet 6 ton. Wat gewicht, 6 ton gewicht, wat zich door de wijk gaat verplaatsen. In het teksthuis staan 4 bronzen banken. Nou, die gaan dan, die richten zich naar de 4 windstreken. Dus vanzelfsprekend gaan er dan ook een aantal andere banken door de wijk heen zwermen. En dat zijn, zijn pak een beet 25 banken die door het hele gebied van Krooswijk, Nieuw-Krooswijk geplaatst kan worden. Er komt een gat, als het goed is, in die muur van de begraafplaats. En daar heb ik een poortgebouw ontwikkeld wat in vorm een verbinding heeft met het teksthuis. En dat poortgebouw voegt zich dan weer naar de bebouwing die daar naast komt te staan. Dit is ongeveer de rijkwijde van het ontwerp. Laten we eerlijk zijn, er zijn nog maar heel weinig mensen in Rotterdam die ooit iets van Bijl gelezen hebben. Die zelfs maar van Bijl gehoord hebben. En waarom hier? Uitgerekend in Nieuw-Krooswijk. Dat heel veel mensen nooit van Bijl gehoord hebben in Nederland, dat geldt niet alleen voor Rotterdam, dat zegt natuurlijk niks. Een paar jaar geleden bleek dat een kleine meerderheid van de stad dacht dat Erasmus de ontwerper was van die nieuwe brug hier op de stad. Dat is officieel onderzoek naar gedaan. Pierre Bijl was in zijn eigen tijd, dat was zo rond het jaar 1700, aan het eind van zijn leven, bijna net zo beroemd als Erasmus 200 jaar daarvoor. Vergist u zich niet, Erasmus gold aan het begin van de 16e eeuw als de beroemdste man van Europa. En ik denk dat als Bijl een kijkje kon nemen in Nieuw-Krooswijk, hij best tevreden kon zijn. Hier leven de meest verschillende mensen naast elkaar. Zij respecteren elkaar en slaan elkaar niet de hersens in. En als ze het niet met elkaar eens zijn, dan gaan ze erover praten. Bijvoorbeeld in dat huis van Balkons. Dank u wel. En nu toost ik graag op de voortgang van het Pierre Bijl monument hier in Nieuw-Krooswijk. Yes!